Ook met Helen Pickering gingen we uit van de feiten die zij onder hypnose verteld had. Dat ze in een eerder leven een man was. Dr. James Burns uit Schotland. Wat is je full name? James Archibald Burns. I don't like Archibald. Why don't you like Archibald? Because it's my father's name. And I guess I never really liked the man. I don't think I ever saw him laugh. He did laugh sometimes, but not in front of me. Only when he was with his drinking mates. Just let yourself relax again. Now you'll move to the time when you were in practice. I want you to describe to me where your practice is. It's in Blairgowrie. Blairgowrie is een stadje in het zuidoosten van Schotland. Volgens Helen Pickering had Dr. James Burns daar een bloeiende praktijk. Hij kende de stad heel goed, had daar zijn eigen stamkroeg en stond de goede naam en faam bekend. Toen we Blairgowrie binnenreden, wist Helen niet waarheen ze meegenomen werd. We hadden haar ook geblinddoekt, lang voordat we het stadje bereikten en er ergens ook maar een naambord te zien was. We zouden later onze ooggetuigen ontmoeten, maar we zagen nu nog kans om haar reacties vast te leggen op het moment dat we een punt zouden bereiken dat herkenbaar moest zijn voor ieder die Blairgowrie kende. Zoals bijna overal was ook hier veel veranderd sinds de vorige eeuw. Helen had geen ander houvast dan de beelden die ze onder hypnose gezien had als iemand die in een andere tijd geleefd had. Ze leek nogal onzeker van zichzelf. Er was geen directe herkenning en ze was kennelijk ook niet in staat een verband te leggen tussen haar hypnotische herinneringen aan een vroeger Schotland en de bedrijvigheid van de plaats die ze nu opeens te zien kreeg. We waren de stad binnengereden via een weg die Helen niet kende. De bekende plekken lagen aan de andere kant van de stad. Pas toen we van de brug wegliepen, wist ze van het ene moment op het andere waar ze was. The rooms are on the corner of the street. The street runs up to the square. There's a grassy area in the middle of the square. And the road runs around both sides. Where do you think the pub was? They drink a lot of ale. They've got a piano. What sort of ale is it, do you know? It's brown ale. But I prefer brandy. I drink a lot of brandy. De kroeg was oud genoeg, maar voor Helen was hij nieuw. Hij hoorde bij de dingen die in de loop der tijd veranderd waren. They look the same, or no, different? Completely different. It's all different. Completely different. Yeah. Completely. Different. Yep. Yeah. Well, a lot of these buildings. Where is your practice from the tavern? Just up the road. Just 50-yard walk. And where's your practice? Over on that far corner, over there. Oh, yes. That white building, but it's completely changed. That's not as it was. That building's different too now. Yes, isn't it? Yes. Can I come and have a look? Yeah, I'd like to. It's a white building. There's a window at the front and a door to the right. And I should go inside. It's on two levels. A small room. I should go in the door. And then you go up two steps through another door into the surgery. What's wrong? It's changed. The buildings came right up to the square.
But I think the buildings came right up to here. They might have come around, but I think they came around in a circle and came back onto this road. Volgens oude geschriften zijn de kliniek en de huizen ernaast al vele jaren geleden verbouwd of gesloopt. Er zijn nieuwe winkels, nieuwe huizen en later ook een nieuwe weg voor in de plaats gekomen. Het was dus heel moeilijk Helen's verhaal te verifiëren. Maar Helen leek heel zeker van zichzelf. En bovendien konden sommige gegevens opgezocht worden in de plaatselijke registers die nu in de kelder van de provinciale bibliotheek liggen. En daar vonden we inderdaad sporen en bewijzen van ene James Burns, dokter in de medicijnen. Een bekende man in de stad Blairgowrie. I could sign on behalf of the people. I was the justice of the peace. The request of the law has been sustained through the death of the Chief Commissioner, Mr. Burns. They also agreed to express their appreciation of the services which he had rendered to the village since his residence in the locality, especially the trouble. Ons volgende reisdoel was Aberdeen, een eeuwenoude haven die vandaag de dag als een van de drukste havens ter wereld diensten verleent aan het offshorewerk in de Noordzee en aan tankers en vrachtschepen uit de hele wereld. In deze stad zou Helen in de gedaante van de jonge James Burns medicijnen hebben gestudeerd. In Aberdeen ontmoeten we ook onze neutrale ooggetuigen. Anne Gordon van de historische faculteit van de Universiteit van Aberdeen en Joanne Buchan, een jonge verslaggeefster bij North Sound Radio, de plaatselijke FM-zender. Ook vandaag mocht Helen eerst niets zien, behalve haar eigen innerlijke beelden. We namen haar opzettelijk mee naar een gedeelte van de haven waaruit ze, als ze inderdaad de vroegere James Burns was, makkelijk de weg zou kunnen vinden en ons naar de plaats zou kunnen brengen die ze niet alleen genoemd had, maar ook getekend. Het oude Marshall College, de medische faculteit die nog geen 2 kilometer verderop lag. Sommige delen van Aberdeen behouden nog de geuren en kleuren van het verleden, van de tijd van James Burns. Ook daar bleek het een en ander veranderd te zijn, maar er was nog genoeg overgebleven. Genoeg voor Helen om de grote lijnen te herkennen. Ik ga rond daar. Wait a minute. No, it's around here. Yeah, right here. Okay. You can see the bay from the back of the dorms. There's always a mist on the bay. And in the early morning, when the sun's coming up, the mist is pink. And you can see the masts of the sailing boats in the harbor. 3 masters and 2 masters. You might be getting close to the seaman's mission. Let's have a look at this building. So familiar. They're all along here, all the way down. And the mission, Siemens mission, yeah, as far as I can remember, was up here on a corner. We gingen uiteraard kijken. En tot grote verbazing van onze getuigen bleek Helen gelijk te hebben. Een Australische vrouw die nog nooit in Schotland was geweest, had deze Schotse vrouwen iets over hun eigen stad verteld dat ze zelf niet wisten. Het oude zeemanshuis had precies op de plek gestaan die zij had aangewezen. I'm trying to remember what I could see from the top of the college. I've done those drawings last night. Right. Helen's tekening van de oude medische faculteit was weken daarvoor in Sydney gemaakt. College of Medicine in Aberdeen. That's the back of it or the front of it? That's the main entrance here, and it's a big courtyard. And what's behind there? Well, if you look out the top windows, in an easterly direction, you can see the port of Aberdeen. Right. And that was where the library and lecture theatre were. In Aberdeen vonden we een oude gedetailleerde tekening van het Marshall College, zoals het vroeger geweest was. Maar deze tekening was van na de tijd van James Burns. En sindsdien was er zowel binnen als buiten veel gewijzigd.